En als het dan later uitkomt door een professor die het wel goed gelezen heeft, dat er heel andere stoffen aanwezig zijn. En met name de loodproblemen waar we nu mee te maken hebben, dat noem ik ook verlakkerij. Hoe is de brand ontstaan? Dat is nog niet duidelijk. Het regende over het Hollandsdiep. Noem het metaal, noem het anders wel. De wilde langse weg was één al as en rommel wat er uit de lucht viel. De randpostrij is vast en jullie blijven volhouden dat je niets van meten. Het enige wat ik kan concluderen is dat jullie de verkeerde plekken gestaan hebben. Veel concrete vragen, maar veel vage antwoorden. Zo oordelen de ruim 400 aanwezigen in de sporthal van Strijen gisteravond na afloop. De overheidsdienaren kunnen zich de blaren op hun tong praten, maar de skepsis blijft. En veel aanwezigen gaan met een onprettig gevoel naar huis. Omdat het toch, en dat kunnen ze zelf ook niks aan doen, omdat het nog heel weinig bekend is, dat ze weinig de zorg weg te nemen. En aan de ene kant is het misschien ook wel logisch dat ze ook niet precies weten wat er nou de uitwerkingen van die chemische stoffen er allemaal op zijn, dat ze het ook niet precies weten. Maar het verontrust me eigenlijk wel. En de vragen blijven. Als er niks schadelijks in de lucht zat, waarom mogen de spruitjes dan niet geoogst worden? Waarom wordt de melk niet verwerkt? Mogen de kinderen nou wel of niet buiten spelen? En als het nu geen kwaad kan, maar misschien wel op langer termijn, wat dan? Burgemeester Kleijs van Strijen heeft alle begrip voor de onrust. Mensen willen natuurlijk weten waar ze aan toe zijn. Ik snap het, u hoort de vragen over, kunnen mijn kinderen buiten spelen? Sommigen... Kunnen ze dat? Ja, dat kunnen ze. Alleen, ik zou als ouder zijnde wat extra maatregelen treffen. Dat als mijn kinderen binnenkomen om te eten, dat ik ze voor alle zekerheid, dat zou je normaal ook moeten doen, maar dan toch de handen laat wassen. In 'Schravendeel dezelfde vragen, dezelfde onrust en dezelfde skepsis bij de antwoorden. En hier vooral het onbehagen over de vraag, waarom ging bij ons de sirene niet af? Alle vragen worden meegenomen bij de evaluatie van de brand. En de resultaten van nieuwe metingen zullen zo snel mogelijk bekend worden gemaakt. Wie zich zorgen maakt over zijn gezondheid, kan terecht bij de GGD.